Goedendag, het is vandaag woensdag 14 augustus 2019. Wij zijn in Sint-Johan en dat idee hadden wij niet als enige. Er staat hier een aardig rijtje hier bij de kassa. Dat zijn ongetwijfeld mensen die gaan wandelen, maar er zullen ook mensen bij zitten die hetzelfde gaan doen als wat wij in gedachten hebben. En dat is namelijk vanaf het middelstation met de mountaincart naar beneden. We zijn bovenaan de Harsbiegel uitgekomen. Dat is het topje hier in Sint-Johan. Natuurlijk kun je hier nog hoger, richting de Kitzbühelhoren. Maar dan moet je nog wel eventjes de bergschoenen aan. En wat ook heel goed te zien is, vanuit Sint-Johan, je kunt hier kijken richting Kitzbühel. Kijk eens naar die twee witte plukjes. Dat zijn sneeuwdepots bij Walde. We zijn bij het middelstation, hier bij de Harsbiegel. Maar daar heb je natuurlijk ook een leuk park. Dat gaan wij vandaag even overslaan. Maar je kan hier gewoon met een soort kabelbaantje kun je naar beneden toe, naar de overkant toe. En als je eenmaal aan de overkant bent aanbeland, dan kun je weer langs de andere kant. Kijk, daar zie je ook kabels gaan. Daar kun je weer terug. En dan kom je in feite, zeg maar, bij die berghut daar uit. Hier zijn we dan bij het mountaincart station, halverwege de Harsbiegel. Er zijn er wat meer mensen die naar beneden gaan, dus wij moeten nog eventjes geduld hebben. Succes, hè? En we zijn weer in het dal van de Harsbiegel. We hebben de 4 kilometer lange rit achter de rug. En heb je dit één keer gedaan, dan wil je eigenlijk wel 2 keer, 3 keer, 4 keer. Maar voor ons houdt het vandaag op. We komen hier echt nog een keertje terug. In ieder geval, mountainkarten is echt top. En voor nu zeg ik maar weer de groeten.